Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag gezellig weer met Sabrina. Hi. Wij maken echt super veel collabs de laatste tijd. Ja, maar dat is alleen maar leuk. Maar we vinden het gewoon heel gezellig. Dus ja, en vandaag hebben we al helemaal een gezellige video. Want wij gaan namelijk een kerst Q&A doen. Nou, wat wil je nog meer? Ja, wij houden allebei echt heel erg van kerst. Dus we dachten, laten we gewoon gezellig een Q&A samen doen. Why not? Dus laten we maar gewoon snel gaan beginnen met de eerste vraag. Kerst of Sinterklaas? Ja, die is heel makkelijk. Nou, kerst. Ik moet daar heel even over nadenken hoor. Nee, nee kerst. Nee, vroeger ja. Natuurlijk was Sinterklaas. Ja, vroeger was Sinterklaas wel echt leuker. Ja. Oké, vraag 2. Een regenboogkerstboom of één kleur? Zeg maar niet per se regenboog, maar of je meerdere kleuren ballen of wat een thema hebt. Eén kleur. Ja, wij ook. Het is ook, zeg maar, één kleur. Wel, hoor. Ja. Het is een beetje zilverrozig. Ja. Ja, toen ik klein was, dan deed ik gewoon alle ballen die ik leuk vond in de boom. Wij hebben nu thuis de kleuren roze en goud. Dus helemaal leuk. Nou, dan komen we gelijk op de derde vraag. Zilver of goud? Ik denk toch wel zilver? Ja, met de boom dan, hè? Ja, ik ook. Maar ik heb nu goud in de boom. Maar ik ben wel meer een zilver persoon, ja, eigenlijk. Ja, goud is wel wat warmer. Dat geeft wel een mooiere uitstraling, ja, vind dus ik wel. Bij ons in de huiskamer staat het gouden nu juist ook wel heel erg leuk. Heb je liever familie of vrienden bij je kerstdiner? Ik kies toch wel voor vrienden. Ja. Puur omdat ik heb wel een band met mijn familie, maar ik heb meer met mijn vrienden iets. Ik ga ook voor vrienden. Ja. Ook al vind ik familie natuurlijk ook heel belangrijk hoor. En inderdaad vooral mijn ouders dan, zeg maar gewoon mijn gezinnetje. En met de hele familie zou ook leuk zijn, maar dat doen we eigenlijk nooit. Ja. Maar als ik moet kiezen, dan zou ik het wel, denk ik, nog leuker vinden om het met vriendinnen te doen. Ja. Wat is je favoriete kersttrui? Oeh. Ja, ik heb er maar één. Ja, ik heb er ook eentje met de kerstman erop. Dat is wel echt mijn foute kersttrui. Oh, ja. Maar deze vind ik gewoon heel erg leuk. En een beetje gewoon een trui met een kerstige sfeer, dat vind ik sowieso wel leuk. Het hoeft niet per se... Ik heb alleen deze. Maar die is ook gewoon leuk. Maar ik ben er super blij mee. Deze is van Comget Fashion. Dus mocht je nog naar het kersttrui zoeken. Go online shopping. Ja. Wat vind je het beste eten tijdens kerst? Dus zeg maar bij het kerstdiner moeten we even bedenken. Oeh, nou, ik vind zeg maar gewoon gourmetten heel erg leuk tijdens kerst. Want dan ben je gezellig met elkaar bezig. Gewoon leuk gesprek. En ben je niet continu aan het happen. Nee, dan true. Mag je... Ja, ik vind ook wel een meergangen diner heel leuk. Ja. Alleen ik zou het zelf niet willen maken. Dan zou ik het zeg maar gewoon, dan zou ik erbij willen aanschuiven. Ja, ik zou. Als ik maar niet zelf die vier gangen moet maken, want dan word ik echt helemaal gek. Nou, dit sluit eigenlijk best wel aan op een andere vraag die ik heb. En dat is, wil je liever een uitgebreid kerstdiner of gewoon gourmetten? Ja, ik weet niet, een uitgebreid kerstdiner lijkt me wel heel lekker. Maar gourmetten vind ik ook wel heel chill. Ik vind het ook gewoon altijd heel gezellig om want, te doen. Ja, want nou als je op kerstavond gaat gourmetten en gewoon op eerste kerstdag een diner hebt. Nou, dat zou het perfecte plaatje dat zijn. Dat had ik dus een keer. Dus ja, dat is helemaal leuk. Dit is eigenlijk een beetje uit het kerstthema, maar ik vond het wel een hele leuke vraag. Nou, vertel. Wat is jullie leukste moment samen? De afgelopen paar maanden zijn we meestal met elkaar omgegaan. Want daarvoor gingen we ook niet heel veel nee, we met zijn elkaar wel... om. Ja, een paar jaar geleden ook wel bevriend geweest, maar toen zagen we elkaar ook echt weinig. Ja. Meer bij Dutch YouTube Gathering en zo. Maar ik denk dat ons perfecte moment nog moet komen. Ja, want wij gaan samen naar New York! Ja, maar dus... ook zeg maar het moment dat jij bij mij in de buurt kwam wonen, nu wonen we niet meer om de hoek, nee, maar... dat is echt zo jammer. Zeg maar dat moment, dat was wel een highlight. Ja, dat denk ik ook, maar ook gewoon dat we eigenlijk allebei niet echt gedacht hadden dat we zo goed bevriend zouden worden. Nee, het was al... Want we gingen meer gewoon een beetje meeten van ja, we wonen toch bij elkaar om de hoek. Sabrina kwam even bij mijn huis kijken. En vanaf dat moment... En vanaf dat moment waren we echt elke week samen. Ja, ja nu dan niet iets meer. Nou, we zien elkaar nog... Nevermind. Vorige week was ik hier, die week daarvoor was ik hier. We zien elkaar nog steeds wekelijks. Dus dat... Ja. Is wel heel erg leuk. Dus eigenlijk gewoon de afgelopen paar maanden denk ik wel. Wat is jullie favoriete kerstfilm? Ja, die van mij is The Grinch. Ik vind alles wat gewoon een gezellige vibe heeft heel erg leuk. Ja, dat is ook leuk. Wel een beetje van die classy romantische kerstfilm. Ja, vind ik ook heel leuk. Leuk. Maar daar moet ik wel zin in hebben. Maar ja. Dat is ook met The Grinch. Je moet wel echt in een, mood in een bepaalde mood zijn om The Grinch te kijken. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk is elke kerstfilm wel heel leuk. Want ik bedoel, kerst. Hallo. Behalve Home Alone. Sorry, die maar vind ik ook niet echt zo leuk. Verschrikkelijk. Ja, als ik hem één keer heb gezien, heb ik het wel gehad. Wat is jullie favoriete kerstliedje?
Jingle bell, rock. Ja, ik vind alle kerstliedjes leuk. Is het ook, maar wel, hoor. Zeg maar niet de ouderwetse kerstliedjes. Nee, wel een beetje de hippe, de covers, pop. Dat soort popdingen. Ja. Ja, ik ben heel erg fan van het kerstalbum van Ariana Grande. Eigenlijk allebei de albums. Ja, die. En ja, ze heeft er 2 albums en ik vind ze allebei echt helemaal leuk. Liever een echte kerstboom of een neppe kerstboom? Ik zou heel graag een echte willen. Ja. Maar ik heb nog nooit een echte gehad. Ja, ik heb het allebei in mijn leven eigenlijk wel gehad. En ik vind het allebei een voor- en nadeel hebben. Mm-hmm. Een echte kerstboom is wel leuk om uit te zoeken. Alleen ik vind een neppe kerstboom wel heel handig. Ik bedoel, daar kan je wel jaren mee doen. En één keer betaal je een bedrag. En dan kan je gewoon jaren mee doen. Klaar mee. Want een kerstboom, een gewone kerstboom, kost ook zo al 30 euro. Nou, dat kan een neppe ook kosten. En dan... Die heb je voor een aantal jaar. Daarom. En ik ben heel perfectionistisch. Met dus kerstbomen? Dus een echte kerstboom. Sommige zijn echt lelijk. Sommige zijn echt lelijk. Dus dan zit ik daar echt te struggelen in die tuincentra's. Ja. Welke ik moet nemen. En een neppe kerstboom ziet er gewoon altijd mooi uit. Waar in de wereld zouden jullie ooit nog kerst willen vieren? Ik heb 2 plekken. Disneyland en New York. Oh ja, het is wel jammer dat we nou net niet met kerst naar New York gaan, hè? Nou, dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. En dat is, wat heb je dit jaar gedaan of bereikt waar je heel trots op bent? Ik heb wel een aantal dingetjes. Wel een beetje kort houden. Ja, nee, maar het zijn... Heel levensverhaal. Nee, hebben jullie even? Nee. Mijn hoogtepunt van afgelopen jaar is 1, dat ik de 100.000 abonnees heb behaald. Of course. Dat ik uit huis ben gegaan. En dat ik dit mooie ding heb laten zetten. Oh my god! Volgens mij is dat een pakketje. Ja, dat snap ik. Ja, het zijn wel echt 3 hele toffe dingen inderdaad. Dus dat en bij jou? Bij mij, ja. Ik vind dat moeilijk. Ja, ik weet niet. Ik ben heel blij dat ik nog een jaar de vooropleiding aan het doen ben op dit moment. Dat is wel echt iets waar ik heel blij mee ben en heel dankbaar voor ben. Ik ben natuurlijk... Ik ben ook wel heel trots op mezelf hoe ik dit jaar aan YouTube heb gewerkt. Vooral de laatste paar maanden. Ik ben echt zo hard bezig geweest. Ja, echt hoor. Nog nooit zo heftig als nu eigenlijk. Is alleen maar goed. Dus daar ben ik echt super trots op. En mijn abonnees zijn ook daardoor echt veel sneller gegaan. Nogmaals bedankt voor de 40.000 abonnees. Bijna 50.000. Ja, dan wordt het feestje hoor. Ja, ik weet niet. Ik vind mijn leven eigenlijk... Ik ben eigenlijk wel trots op meerdere dingen. Ja, maar het was gewoon een goed het jaar. Het was gewoon een goed jaar. Gewoon dat zeg je elk jaar wel weer, maar... Ja, nou ja, je kan... Ja, nou ja, het was gewoon wel gewoon een oké jaar. En ik heb mijn diploma gehaald dit jaar, dus dat is ook al... Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, dat waren eigenlijk alle vragen alweer. Zullen we even aan jullie vragen wat jullie hoogtepunt van het afgelopen jaar is? Ja, laat het even achter in de reacties. Superleuk. Dan wil ik nog heel eventjes My Friend gaan promoten. Oh, oké. Want jullie weten waarschijnlijk wel dat ik vlogmas doe, nu op dit moment. Maar Sabrina doet dat ook. Oh, bedoel ik dat? Ja. Dus mocht je haar nou nog niet volgen, moet je dat zeker even doen. Ze heeft 2 kanalen, vlogkanaal en een hoofdkanaal. Zet ik allebei wel even in de beschrijving. Ja, abonneer gewoon even op ons allebei. Zouden we... Wat is dit? Dan was dit de video. Doe duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!